Aanvankelijk had ik het idee om mij vandaag te richten tot de verdachte in deze zaak. Om mijn gevoelens en die van mijn familie bij hen over te brengen. Om mijn verdriet, mijn boosheid te uiten. Of om een snaar bij hen te raken. Voorzitter, inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat dit volkomen zinloos zal zijn. De ontsleutelde chatberichten hebben mij dat wel duidelijk gemaakt. Daaruit blijkt immers dat ik mij dan niet zou richten tot verdachten die vatbaar zijn voor berouw of ons verdriet. Maar tot verdachten met een ongeëvenaard disrespect voor het leven, bij wie mijn woorden geen enkel effect zullen hebben. Daarom richt ik mij vandaag alleen tot uw rechtbank en de overige aanwezigen. Graag vertel ik u wie mijn vader was. En dat klinkt misschien een beetje vreemd, nu hij een van 's lands bekendste personen was. Toch vertel ik u graag wat meer over zijn onbekende kant. Wie hij was als vader voor mijn zus Kelly en voor mij. Als opa voor onze kinderen. En als liefhebbende echtgenoot van mijn moeder. En dat wij hem ieder moment nog verschrikkelijk missen. Voorzitter, mijn vader was een harde werker. Iemand bij wie de werkweek niet stopte na 40 uur. Toch was hij er altijd voor ons. Geen vader die zondag het vlees sneed. Maar een vader die iedere zaterdag bij mij hand in hand naar de voetbalclub liep. Coach van mijn pupillenteam werd. En iedere avond na het eten met mij op straat ging voetballen. Tot mijn moeder geërgerd naar buiten riep dat ik nu toch wel echt naar bed moest. Een vader die dan nog op zondag met mij extra ging trainen. Zodat ik voetballer bij Ajax kon worden. En die dat bleef doen toen die droom ook heel ver uit zicht was. Omdat er voor een vader en een zoon eenmaal niets mooiers is dan samen een balletje te trappen. Voorzitter, mijn vader was een vader die voor mijn zus toen ze klein was de meest prachtige gedichten schreef. En later, toen ze volwassen was en ver weg in Afrika woonde, vele lange en liefdevolle brieven naar haar stuurde. Niet omdat hij mijn zus weinig sprak of die liefdevolle woorden nooit in de mond nam. Integendeel, zou ik zelfs zeggen. Maar omdat hij het geschreven woord waardevoller en tastbaarder vond. Om zijn eigen woorden uit een van deze vele brieven te citeren. Een brief kan je lezen, herlezen, bewaren, koesteren en nog eens lezen. Soms krijgen woorden en gedachten dan nog meer lading. Of na verloop van tijd zelfs een andere betekenis. Daarbij zegt een brief soms ook meer dan het gesproken woord. Waarvan de inhoud en toon snel kan vervliegen. Een brief is voor eeuwig. Voorzitter, dit zijn woorden die voor ons na 6 juli nog meer betekenis hebben gekregen en daarmee tegelijkertijd ook ze gelijk onderstrepen. Voorzitter, mijn vader was een echtgenoot die mijn moeder iedere trouwdag, ieder jaar, een bos rozen stuurde. 1 roos voor ieder jaar dat ze getrouwd waren. Mijn vader bleef dit doen, ook nadat ze zijn gescheiden. Een gezin zijn we immers altijd gebleven. Afgelopen 23 april zou mijn moeder 40 rozen hebben gehad. Ze kreeg ze nu voor het eerst niet van mijn vader, maar van mijn zus, van mij en haar kleinkinderen. Voorzitter, mijn vader was een opa die iedere week bij Kelly en bij mij langskwam. Om tijd met zijn kleinkinderen door te brengen. Om ze even op schoot te nemen, een verhaaltje voor te lezen of om met verrassend gemak een vieze luier te verschonen. Een rol die hij op 6 juli, vlak voor hij naar de studio van RTL Boulevard vertrok, nog vertolkte toen hij bij mij thuis kwam. Om mijn zoontje even te zien en te knuffelen. Mijn vader is maar amper een jaar opa geweest. En hem is daarmee de kans ontnomen om te laten zien dat hij net zo'n goede opa zou zijn als hij vader was voor Kelly en voor mij. Voorzitter, hij was een vader, een echtgenoot. Een opa die altijd voor ons klaar stond. Zelfs als wij er niet om vroegen, maar hem eigenlijk wel nodig hadden. Met advies, zijn gereedschapskist om klusjes bij ons in huis te doen. Of om een schouder te bieden voor ons verdriet. Mijn vader was er altijd voor ons. Hij was onze rots in de branding. Zoals hij dat ook was voor nabestaanden, slachtoffers en een ieder die in de verdrukking zat en een beroep op hem deed. Voorzitter, ik ben er dan ook van overtuigd dat als de verdachte die hier voor mij zit, op 6 juli in de Lange Leidse Dwarsstraat mijn vader om hulp had gevraagd. Mijn vader hem die hulp ook had geboden. Maar in plaats daarvan haalde de verdachte van achteren de trekker over. Voorzitter, mijn vader heeft een afscheidsbrief gericht aan mijn moeder. Voor als het einde plotseling en onverwacht zou komen en hij zelf geen afscheid van ons kon nemen. Zoals ook is gebeurd. Wat er precies in die brief staat, willen wij niet met het grote publiek delen.
Maar ik kan u verzekeren dat dit een brief is die wij herlezen, koesteren. En dat het inderdaad het bewijs is dat het geschreven woord waardevoller is dan het gesproken woord. Uit die brief wil ik wel één ding naar voren halen. En dat is dat mijn vader schreef dat hij ongelooflijk, dat hij onvoorwaardelijk van ons heeft gehouden. En dat is iets wat wij altijd gevoeld en geweten hebben. En mijn vader altijd in alles heeft laten blijken. Die onvoorwaardelijke liefde van ons voor hem zullen we altijd bij ons dragen. We houden van hem tot in de eeuwigheid. Dank u wel. Geachte leden van de rechtbank, geachte voorzitter. In tegenstelling tot mijn broer Royce zou ik me vandaag wel willen richten tot de twee verdachten. Niet omdat ik denk dat het zin heeft, maar vooral omdat ik hier zelf behoefte aan heb. Delano, ik kijk naar jou. Ik kijk naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot. Camille, ik noem jou bij jouw naam. In plaats van de verschrikkelijke woorden hoe je mijn vader noemde in jullie sms'jes. Want ook al heb ik de grootste hekel aan jullie, hebben jullie het meest verschrikkelijke gedaan. Toch kan ik het opbrengen om jullie menselijk te behandelen. Waarom? Omdat ik zo ben opgevoed. Opgevoed door twee geweldige ouders die stonden voor het juiste. Ook al was het niet de makkelijke weg. Die durfden op te staan voor mensen die onrecht is aangedaan. Ook al konden ze zelf schaden. En jullie? Jullie hebben van een van mijn ouders het leven afgenomen. Mijn allerliefste vader, mijn maatje, vertrouwenspersoon en zorgzame opa van mijn kind. En voor wat? Omdat jullie het niet met hem eens waren? Omdat iemand jullie geld bood? Ik kan jullie nu vandaag wel gaan vertellen wat dit allemaal met mij gedaan heeft. Maar dat heeft geen zin. Als je kan doen wat jullie hebben gedaan, dan maakt mijn gevoel, iemand die jullie niet kennen, al helemaal niks uit. Dus daarom wil ik wat anders meegeven. Een gedachte waar jullie de komende tientallen jaren over kunnen nadenken. Mijn vader schreef er zelfs een boek over. Een moord kost meer levens. De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. Ja, onze levens. Zijn familie, geliefden, zijn vrienden, collega's die hem voor altijd moeten missen. De nabestaanden van vele kindermoorden en verdwijningen die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop. De Nederlander die een genuanceerde en doordachte mening moet missen. Maar daarnaast kost het ook de levens van jullie dierbaren. Jullie ouders, jullie partners en jullie kinderen. Jouw zoon Delano en jouw kinderen Camille. Kinderen die moeten opgroeien zonder vader. Die geconfronteerd gaan worden met wat jullie hebben gedaan. En die de rest van hun leven moeten vechten om los te komen van jullie daden. Ook dat hebben jullie op je geweten. Ik had mijn vader nog vele jaren bij me willen hebben. Maar ik ben wel opgegroeid met een vader waar ik alleen maar trots op kan zijn. En van wie ik heb geleerd wat voor persoon ik wil zijn op deze aarde. Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan. Net zoals jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat het een held was. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.